Nick de Groot, uh, van harte gefeliciteerd met je eerste contract. Ja, dankjewel. dankjewel. Uh, is het een mooi moment voor jou? Ja, zeker. Zeker ik heb je hard voor gewerkt al die jaren. Dus dan is het zeker uh, een mooi moment voor mij om dan uh, mijn eerste uh, profcontract te tekenen. Ja, je loopt eigenlijk al lang uh, rond bij FC Den Bosch. Uh, vertel eens, hoe ziet jouw uh, carrière tot nu toe uh, eruit? Uh, ja, ik loop al even hier rond inderdaad. Um, Acht jaar geleefd hier binnen gelopen, bij de jeugdplein van FC Den Bosch. En uh, sindsdien speel ik eigenlijk al... Uh, ja, heel de jeugdopleiding in den Bos zijn doorgebroken sinds afgelopen winter. Uh, na, het, na de A-selectie. En tussendoor een tijdje in één seizoen gespeeld bij OEC. Maar verder eigenlijk heel de jeugdopleiding van den Bos doorlopen, ja. Ja, technisch manager Jan Gus zei het net tijdens de presentatie eigenlijk alles eigenlijk een mooi verhaal. Kun je wat, wat toelichten over dat jaartje bij, uh, bij OEC? Ja, ik uh, ben altijd vrij klein voor mijn leeftijd geweest. Daarop liep ik iets, uh, iets achter op mijn teamgenoten. Dus uh, toen hebben we besloten om mij een jaartje uh, ja, eigenlijk vlieguren te laten maken bij OSC. Uh, ik bleef wel gewoon twee keer per week mee trainen bij de selectie van Don Bos. En twee keer per week uh, bij OSC. Dus ik traine gewoon nog vier keer in de week. Um, en daarna speel ik gewoon de wedstrijden iedere zaterdag bij OSC. ja was wel een vrij hoog niveau. Uh, dus dat ja, heeft me alleen maar goed gedaan. En dan heb ik veel vlieguren gemaakt die nu uh, veel baat hebben. Ja, we hebben net bij je ondertekening je heel veel mensen meegenomen. Vertel eens, wie heb je ja. allemaal meegenomen naar dat uh, uh, moment? Ja, mijn familie. Dus mijn, uh, mijn ouders, uh, mijn zus en broertje. Ja die hebben natuurlijk ook de hele rit uh, naar dit moment uh, meegemaakt en me altijd gesteund. Uh, altijd geholpen waar nodig. Uh, ja, bij positieve en negatieve momenten. Um, dus ja, die hoorden natuurlijk altijd bij te zijn. Net als mijn beste vriend, die heb ik ook meegenomen. Die, uh, ja, hij heeft ook uh, altijd alles meegemaakt en ook me gesteund en altijd interesse getoond. En uh, mijn vriendin uh, is er natuurlijk ook bij. Dat wordt ook zo. Heel trots. Uh... Ja, tuurlijk. Uh, Oké, okay, tot slot. Um, je bent ingevallen op uh, linksback een paar keer dit seizoen. Ja. Uh, wat voor type speler ben jij? Wie is Nick de Groot? Um, ja, Nick de Groot is een felle uh, speler. Uh, niet bang voor de duels. Gaat de duels graag aan. Uh, en wil zoveel mogelijk mee, mee opkomen, mee aanvallen als back zijnde. Ja, snelheid. Ik denk dat ik uh, redelijk wat snelheid heb. Dat is een pluspunt uh, en inzicht. Uh, dus ja, ik vind het vooral leuk om mee aan te vallen. En gewoon een mannetje te staan uh, in het verdedigend opzicht. Ja, ja wat dat betreft uh, pas je ideaal bij, uh, bij wat Jack de Gier wil zien natuurlijk. Ja, dat denk ik wel. En uh, ja, ik ken de club ook al lang. En de club uh, kent mij al lang. Dus dat uh, is alleen maar, uh, alleen maar mooi.